Vanaf het moment dat jij geboren wordt, vanaf het moment dat de eerste zuurstof in jouw longen komt, word je geconditioneerd. Vanuit die mentale software die jij je hebt ontwikkeld vanaf het moment dat je geboren wordt, beoordeel jij je buitenwereld. Dan beoordeel je die buitenwereld niet zoals die daadwerkelijk is, maar je beoordeelt hem zoals jij bent. En als je dan mentaal wakker gaat worden, want dit is ook wat heel veel bedrijven doen, hè, die zoeken vanuit hun conditionering naar die trends die ze willen vinden. Ze zoeken bevestiging van de dingen die je wilt vinden vanuit je verleden. Daar ga je het verschil niet mee maken. Want de grootste revolutie die op dit moment plaatsvindt is eigenlijk helemaal niet in technologie. Dat is in mindset. Wie we vertrouwen, wat we waarderen en wat we belangrijk vinden. Dat is eigenlijk de grootste fundamentele shift die we nu in de maatschappij op dit moment zien. We hebben het allemaal over verandering. Iedereen heeft het over verandering op verjaardagen. Dingen moeten anders. We vertrouwen het niet meer. Maar iedereen heeft het over verandering. Maar vooral bij de ander. Het grootste gevaar is dat we naar die veranderingen blijven kijken vanuit onze eigen mentale mindset. Dat vind ik pas eng. Marketing en advertisement. Wat is nou met marketing en advertisement gebeurd? Zelfs marketing en advertisement nog steeds heel vaak, anno 2014, is niks anders dan een maatschappelijk geaccepteerde vorm van liegen. Dus als je er middenin zit, zie je het niet meer. Dit is het 8 uur journaal, lieve mensen. En dit is wat wij willen, wat u denkt. Traditionele media staat steeds meer onder druk, omdat consumenten willen steeds meer gelijkwaardigheid hebben. Ze willen niet meer worden gezien als consumerende entiteiten. Het tijdperk van dat je ego afhing van hoeveel jij kon consumeren is een beetje voorbij. Delen is het nieuwe hebben. Dus zolang marketing en advertisement niet in staat is om veel meer waarde en betekenis toe te voegen in de levens van mensen, als je dat niet kan, ja, dan wordt het gat alleen maar groter. De grootste uitdaging is niet technologisch, maar is om technologie toe te passen vanuit een nieuw paradigma. Niet vanuit het oude marketingparadigma, maar vanuit het paradigma om daadwerkelijk iets toe te voegen aan de levens van jouw klanten. 62% van de jongere generaties geeft aan van ik zou het fantastisch vinden als ik content krijg wat zich aanpast op basis van mijn emoties. Dus de toekomst van shoppen is niet meer shoppen, dat hoef je niet meer te doen. Dan wordt er bij jou aangebeld en zeg je, hallo, wat kom je doen? Ik kom een pakketje brengen. Ik zeg, nou, ik heb niks besteld. Nee, maar dan heb je over een paar minuten heb je daar behoefte aan. Oh, dankjewel. Wees meer dan ooit extreem sensitief voor signalen in je omgeving. Vraag je niet af waarom ontwikkelingen plaatsvinden, maar vraag je af waarom ze nog niet hebben plaatsgevonden. Dan ben je toekomstgericht als organisatie. En identificeer anti-helden binnen je organisatie. Mensen die weerstand oproepen. Want mensen die weerstand oproepen zijn bezig met verandering. Als je geen weerstand oproept, dan ben je het verleden efficiënter aan het maken, denk ik dan altijd maar.